Na beraadslaging met de Veiligheidsraad is de overheid van mening om de nieuwste single Liggenslunse ten eerste aan te bevelen als culturele injectie. In deze tijdsgeest is er tevens een unaniem akkoord dat de makers van dit goedje niet verantwoordelijk kunnen worden geacht voor de eventuele gevolgen na deze culturele injectie. Echter heeft de overheid ook geleerd uit de recentelijke geschiedenis en wenst men een open debat en vooral in deze ook de stem van het volk te laten spreken. Via onderstaand invulformulier kunt u uw culturele injectie bevestigen. Als ruil krijgt u uw vrijheid terug en kunt u hopelijk, als u uw radio opzet op desbetreffende mainstreamzender, een nieuwe boodschap horen. Stort de kingen aan de kant hoe dat je weer hoort. En de macht van de woorden en hoe dat je verhoort. Dat je jezelf en zijn moeizelf hebt bestaan. Toen naast rijdt me al in een bullshit gedaan. De liefde die heerst over iedere dag. Als het school is te goed, klein nieuws verborgen. Zin maar niet verlegen, ja zeg niet lekker zoveel. Dat je wel wacht tot morgen. En deur, we voelen die lekker sleuzen. Lekker sleuzen. Van de war in de verkrachten blues. Wordt dat zeer al lang op boven. Wordt de protester gevoorvlijt werd. En je zielen verkocht. Als mens met een donkere en een lichte kant. Verdwaald als je in de donkere beland. Maar recht je nu een tom maar heb het licht. En vooruit wet wordt de leuk. Was een nee betekent. En deur, we voelen die lekker sluizen. Een lekker sluizen. Een lekker sluizen. En deur, we voelen die lekker sluizen. Lekker sluizen. Een lekker sluizen. Beweren dat ondiscriminerend het volk wel een beleren door te bluffen propageren. De brainwash, de mindfuck, whatever the word. De shit is kunnen verpakt door de man of the world. Maar we er zijn maar veel.